Palace Casinos exploiteert een zevental casinos in de regio Rotterdam-Den Haag. Bij vijf hiervan levert de Boon Edam geavanceerde oplossingen ter ondersteuning van het veiligheidsbeleid. Wij bezoeken de vestiging Roman Casino aan de Oude Binnenweg in Rotterdam, waar voor de Speedlane 300 is gekozen. Een luxe, onopvallende, maar effectieve oplossing voor de regulering van de bezoekersstroom. Goeiedag, mijn naam is Rob Bosman. Ik ben directeur operations van de Palace Casinos organisatie. Verantwoordelijk voor het aansturen van alle vestigingen. Dat zijn er 7 in totaal. Dat doe ik niet alleen, daar heb ik een team van medewerkers voor ter beschikking. Een bedrijfsleider voor elke vestiging, een groep zaaltjes en medewerkers. En wij zijn elke dag bezig om onze gasten gastgericht te ontvangen. Wat was de aanleiding om speedlanes in te voeren? Ja, wij zijn uitgerust met in elke vestiging deze prachtige poortjes. Dat hebben wij gedaan omdat wij de gasten willen spreken voordat ze binnenkomen. Wij toetsen de gasten op de leeftijd, ze moeten 18 jaar of ouder zijn. En bovendien hebben wij dan ook de gelegenheid om even kennis te maken met nieuwe bezoekers. Ze aan te melden nadat ze naar binnen zijn gelopen en ze informeren over onze acties en de mogelijkheden tot inschrijvingen. Zijn er nog alternatieven overwogen? We hebben dagelijks een aantal gastheren aanwezig en één die altijd bij de deur is. Die staat de mensen te woord, maar die bedient ook de toegangspoortjes. Die bedient de detectiepoort, waarbij wij de mensen controleren op zeg maar, zaken die we niet binnen willen hebben. Dus het is wel een onderdeel van ons veiligheidsbeleid dat we de poortjes hebben gedaan. Maar tevens gebruiken wij ze voor commercieel doeleinden om de mensen te kunnen spreken. Welke eisen stelden jullie aan deze maatregel? Ja, de eisen die wij gesteld hebben is dat ze bestendig moeten zijn. Mensen zijn soms niet gewend aan het niet direct door kunnen lopen. Er zitten oogjes in. Ze moeten dus even gezien worden bij het doorlopen en dan gaan de poortjes vanzelf open. En als ze te gehaast zijn, dan ja, heeft zo'n poortje natuurlijk een tikje te verwerken en daar moet hij tegen kunnen. Is er geen vrees dat mensen onder de vleugels doorkruipen of er overheen springen? Er is altijd toezicht aanwezig, dus daar wordt natuurlijk ook wel van verwacht dat daar wordt gekeken of er ordentelijk wordt omgegaan met onze toegangscontrole. En de mensen die zullen niet zo snel eroverheen springen. Het is ook vooral bedoeld om zeg maar, het aantal mensen wat tegelijk binnenkomt ordentelijk te kunnen ontvangen en even te laten wachten nadat zij allemaal te woord zijn aangegaan. Hoe is de keuze voor deze oplossing tot stand gekomen en waarom is er voor Boon Edam gekozen? We hebben destijds bij de eerste aanschaf hebben wij gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding en dat hebben wij vergeleken met andere aanbieders. En met name ook de esthetische uitvoering, want zoals je ziet, ze staan ook leuk gekleurd in het licht. Het heeft natuurlijk ook wel een bepaald uitstraling nodig om te zeggen, nou, we kiezen voor een bepaalde partij. En daar kon Boon Edam voor doen. De organisatie Palace Casinos besteedt uitzonderlijk veel aandacht aan de aankleding en inrichting van haar vestigingen. Dankzij een combinatie van luxe meubilair, uitgekiende lichteffecten, prachtige speelautomaten en uitstekend opgeleide gastheren en dames ervaren gasten een bezoek als een koninklijke ontvangst. Beveiliging mag dat gevoel niet beïnvloeden, maar gelijktijdig is een effectieve borging van de ambiance vereist. De speedlanes dienen daarom betrouwbaar te functioneren, maar mogen niet het interieur verstoren en niet zonder noodzaak een psychologische drempel voor bezoekers opwerpen. Hoe reageren mensen als de vleugels gesloten blijven? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van wie dat is. De ene is wat ongeduldiger dan de ander. Maar op het moment dat je daar als toezichthouder die daar bij de deur altijd staat op inspeelt en de mensen geruststelt en laat zien dat die actief probeert de mensen snel door te laten lopen, ja, dan is daar geen probleem bij.